Ons mooiste meisje van de klas van deze week groeide op in de roerige jaren 70. Hey, 50 euro zonder cadeau. Annette? Hey, ik ken jou man, jij bent van de televisie. Oh, no. Stel je teamgenoot even aan ons voor. Nou, mijn eerste teamgenoot die ken ik dus van de paardenclub. Van de parenclub? Nee, van de paardenclub. Oh, oh my god. Hier is het dus allemaal gebeurd. Op dit plekje is waar de schedel gevonden is. Back to the roots. En even nep als de echte. Ben je gewoon in China, ruik je de geur van verse Van Goghs. Ongelooflijk. En Jijneken uit Holland. Op deze exclusieve nepchocolade. Dat is als je dochter achter een raam zet om zelf de hoeren te kunnen betalen. Dat is... Neem me. Goedendag. Frits, we zitten hier! En wat is daar dan surrealistisch aan? Asymmetrie is bijvoorbeeld een heel belangrijk iets. En ze werken heel veel voor beroemde mensen. Janine Jansen dus, Jaap van Zweden. It's the boom, Chicago News! You didn't make young girls work as slaves and whores. It wasn't me. Kijk, Prikkebeen uit 1858, het eerste stripboek in Nederland. Ik durf er bijna niet aan te raken. Hier in San Diego vindt jaarlijks het grootste stripfestival ter wereld plaats. Last year we sold the first comic book ever to reach $1 million. Ik groei al sinds mijn 8e bijna niet meer, omdat ik niet genoeg te eten krijg. En waarom? Because I am a girl. De Fun Squad, een zeer geheime bende met een missie. Ons aan het lachen maken. We gaan met de Fun Squad autorijden. En dan gaan we stoppen bij voorbijlopende mensen. En dan gaan we aan die mensen vragen of ze de weg naar de snelweg weten. Weet u waar de snelweg is? De snelweg, ja, dat weet ik. De Fun Squad. De bodem is van onschatbare waarde. Zo vanzelfsprekend dat we hem vaak niet eens meer opmerken. Een schilderachtig landschap. Mooie architectuur. Geschiedenis. Uitwaaien op het strand. En boerenkool met worst. Dat de bodem hier onlosmakelijk mee verbonden is, komt eigenlijk nooit bij ons op. Een programma waarbij je zeker niet alles moet geloven wat je ziet. Dan staat er een huis te koop in Amsterdam en daar krijg je een vliegtuig bij. Al meteen na de dood van Michael Jackson gonst het van de geruchten. De King of Pop zou zijn eigen dood in scène hebben gezet. Volgens officiële bronnen zou de zanger op weg naar het ziekenhuis zijn gestorven. Maar op deze beelden is te zien hoe Michael opstaat en de ambulance verlaat. Renkemat 5. Dames en heren, welkom bij Renkemat 5. Morgen is het hoorspeldag en woensdag is het pyjama-dag. Sorry voorzitter, maar ik dacht dat het vandaag pyjama-dag was. Ik had het ook verkeerd begrepen. Ik dacht dat het oude krantendag was. Question. Waar is Charles Darwin beroemd mee geworden? De evolutietheorie? Nee, helaas. Met zijn sprookjes... Geld maakt niet gelukkig, gelukkig heb ik geld. Ik heb genoeg, ik raak nooit meer uitgeteld. Alles uitverkocht, gouden status is mijn ding. Limo is getuned, vriendinnen zijn gebind. Van die aap en die gouden ring.